Yo Nintendo fans! En yo Paper Mario fans, we zijn bij Princess Peach haar kasteel. We zijn bijna bij het einde van de game. Man, meer dan 40 afleveringen Paper Mario. En de deur gaat niet open. Heb je geen sleutel dan? Ja, volgens mij wel. Oh, hebben we die niet? Ja, die hebben we toch? Hebben we geen sleutel? We hebben geen sleutel. We hadden de sleutel van Bowser's kasteel. Waar is Luigi? Hey, is die daar? Komt die gewoon aangerend nu? Yo, wat? Zijn kaart kan vliegen. Dit is zo dope. Nice. Kijk hem dan. Lekkere timing, vriend. We zijn zo blij je te zien, zegt Olivia. En Louis zegt, groot nieuws, broer. Weet je nog die sleutel waar ik naar zocht? Ja! Oh. Hij kon hem niet vinden. Lijkt jou wel. Ja, net alsof jij de meester bent in sleutels vinden of zo. Gast, dit is een pen. Dit is geen sleutel. Oh, oké. Okay. Ja, aan jou wordt dus ook niks. Blijf maar lekker daar zitten. Freaking Piet, jongen. Je was er altijd overal mee bemoeien, die Piet, hè? Anyway, Luigi kon de sleutel ook niet vinden. En die heeft overal gezocht, maar ik kon hem niet vinden. Het spijt me dat ik je teleurstel, broer. Maar ik zag... Kijk, daar zit hij gewoon, hè? Aan het einde van zijn kaart. Ik zag er al een kroontje van Princess Peach. Dat is gewoon de sleutel. Je hebt hem al gewoon de hele tijd in je auto, vriend. Olivia zegt ook, maak je geen zorgen, Luigi. Je hebt echt je best gedaan en daar gaat het allemaal om. Hij is gewoon hier. In zijn kart. Yo, pak hem. Trek hem eruit. Pas op dat hij niet van de berg valt, Mario. Oké, goed zo. De sleutel van Peach haar kasteel. Eindelijk de sleutel van Prinses Peach haar kasteel hebben we gevonden. Yeah! Geen wonder dat je kart zo langzaam was. Hoe lang zat dat ding al vast in de uitlaat? Nou, ik kon wel vliegen met zijn kart. Ik bedoel, Olivia, dan kun jij niet zeggen dat jij helemaal vanaf de andere kant kon vliegen naar dit kasteel. Luigi doet dat gewoon. Luigi zegt, mamma mia, daar zat hij de hele tijd daarin. Dus al dat zoeken was helemaal voor niets. Nou ja, we moesten nog wel hier zien te komen en alle linten weghalen. Dus je hebt sowieso jezelf wel nuttig gemaakt. En Olivia zegt, je hebt de juiste sleutel gebracht op het juiste moment. Gewoon goed gedaan, Luigi. Luigi, ga jezelf ook mee naar binnen, jongen. Ja, kijk, Luigi gaat ook mee. Nice. We gaan gewoon met z'n allen. Peach, we komen je redden. Hoppakee. Sleutel in het gat. Let's go. Na Bowser's kasteel gaan we nu naar Peach's kasteel. Ja, en dit was waar het allemaal begon. En Luigi die zegt ook, niet dit weer. Nee. vouw open. Bah. Oh, dat is de manier hoe Bowser nu loopt. Vouw open. Ja, waarom is Bowser niet gewoon nog heel? Waarom kunnen we hem niet even uit elkaar vouwen? Ja. Dit was de plek waar het allemaal begon. En daar is ze opnieuw, jongens. Princess Peach. En dan de origami versie. Die zegt, je bent er eindelijk, Mario. Ik ben zo blij. Zo blij. En Luigi zegt, prinses, ik kom eraan. Kijk naar uit. Oh, Luigi. Wat doe je nou? Princess Peach zegt, volg mij. Ja, oké, maar ik ga niet hier overheen lopen. Ik ga via een zijkamertje. We gaan gewoon via hier, denk ik. Oh, wow, er zit gewoon een gat hier in het kasteel. Wat is hier allemaal gebeurd? Nou, hier kunnen we niet zo heel veel doen, volgens mij. Maar aan de andere kant van deze zaal, daar zat ook nog zo'n deurtje. Dus we kunnen daar even naartoe. En eens even kijken, wat is het? Oh, dit gaat niet. Kunnen we dan heel voorzichtig gewoon zo... Ja, kijk, we kunnen er gewoon omheen, joh. Wat gaat er gebeuren? Daar is ze weer, Princess Peach. Jullie zijn de uitverkorenen. Die zijn uitgenodigd door koning Olly. Kom en aanschouw. Oh man, dit is zo spooky, jongen. Wat gebeurt er allemaal? Wow, oké dan. Heel het kasteel wordt uitgevouwen. Oh, en toen waren we weer buiten. Nee, was er nou nog een lint? Oh, wow. Heel het kasteel wordt gewoon van origami gemaakt. Nee, joh. Wow, dit is wel cool. Dit is wel vet gedaan. Dus even kijken wat er nu allemaal gaat gebeuren. Want alles wordt gevouwen. Ik heb het vermoeden dat we te maken hebben met een baas hier zo. Minecraft! Oh, deze muziek, jongen. Deze muziek, alsof we weer terug zijn in Bowser's kasteel. Wow, dit is super vet. Dit is wel even cool gedaan. Wow, wat is dit voor super blokkerig kasteel geworden, jongen. Een origami kasteel! Zegt Olivia dat of zegt Bowser dat? Ongelooflijk. Hij heeft Peach kasteel opgenomen in zijn eigen origami kasteel. Blijkbaar is hij echt van plan de hele wereld in origami te veranderen. Bowser die zegt, ja, nu is het opgevouwen. Nou en? Het is toch nog steeds Peach kasteel? Je broer en Prinses Peach zitten er nog steeds allebei in. Dus laten we ze gaan halen. Dat lijkt me een goed plannetje. Even deze blokjes pakken. Zo. Hoppakee.
magische wapens erbij. Ik denk dat we gewoon alle beste wapens nu moeten gaan selecteren. Een werphamer, die hou ik er ook nog even bij. Zo, ja, dit is de perfecte loadout, denk ik, voor deze bazengevechten. Als er tenminste bazengevechten gaan komen, want ik weet niet wat er gaat komen. We moeten in ieder geval deze trap op. Dit ziet er allemaal heel onheilspellend uit. Oké. En nu? Wat moet ik doen? Moet ik naar beneden springen? Ik moet toch niet naar beneden springen? Oh, wacht even. Hier zit een rare vouw of zo. Kijk, ja, zie je? Ik zag het al. Hier zit ook nog een vouw. Kijk, ja. En nu? Oké, ja, top. Nu kunnen we de vouwarmen gaan gebruiken. Maar wat moeten we pakken? Moeten we hierboven pakken? Ja, zeker. Trek het naar beneden. Hoppakee. Nou hoop ik niet dat als we deze deur openen, dat we dan door een gat vallen. Nee, het is een trappetje. What? Kom dan. Oké, Mario. Met je legendarische schoenen is dit een peulenschilletje. Hoppa. Ik ben benieuwd. Misschien kunnen we dit ook nog wel gewoon met de normale schoenen. Misschien kan Bowser er ons mee helpen als het nog niet lukt om ze in één keer te verslaan. Hoppakee. 21 HP eraf. Eens even kijken wat Bowser gaat doen. Hop. Oh, lekker Bowser. Bowser die spuwt even wat vuur, jongen. Gewoon samen met Bowser vechten. Het moet niet gekker worden, jongens. Daar is Mario. Waarschuw koning Olly. Ik ben er, jongens. Laat het hem maar weten. Oh, daar is koning Olly ook. Hij zegt, ik heb jullie bevel gegeven om Mario en zijn vrienden tegen te houden. Maar dat is jullie niet eens gelukt. Waardeloze lafaards. Oh my gosh, hij is echt genadeloos. Hij heeft geen genade. Wat een gek. En hij zegt, ik denk dat ik dit wel kan zeggen nu. Welkom in het origami kasteel, Mario. Olivia die zegt, wacht broer, wacht. Peach kasteel opvouwen in een origami kasteel gaat te ver. Dat kan je echt niet maken. Als je nog zoiets doet, dan. En Olly die zegt, oh mijn dierbare Olivia, had je mijn wijsheid maar, kon je mijn visie voor het origami rijk maar zien. Ik kan je verzekeren, origami maken van Peach Kasteel is nog maar het begin. Mario, als eerbetoon aan mijn grootste visie, heb ik dit kasteel gevouwen in mijn evenbeeld. Doe even normaal, joh. Doe je even lekker zelf normaal. Ik zit midden in mijn roleplaying van Olly. Wegwezen. Ah. Doe je duimpje omhoog als je Piet vervelend vindt. Man. Ik zat er net zo lekker in. Anyway, ik hoop echt dat je ervan geniet. Zegt Olly. Oké, dagtrappetje. Ik zie je. Oké, ja, deze gast hebben we al een keer verslagen volgens mij. Oh, nee. Oké, dan. Ja, lekker. Moeten we nu in één keer helemaal daar naartoe lopen? Oh, wacht even. Nee, kijk, we kunnen hierop. Ja, top. En dan kunnen we door. En dan moeten we nu op tijd springen, denk ik. Oh, wacht. We kunnen gewoon verder. Hij staat gewoon te chillen hier. Hier, jongen. Op je bakkeroni. Hoppakee. 10 HP damage. Oh, lekker muziekje dit, jongen. I like it. Hoppakee. Goed opgesteld. Nu moeten we natuurlijk wel even de legendarische ijzerschoenen pakken. Want anders dan trappen we in een stekel die bovenop een bakken zit. Dus hoppa. Dit gaat heerlijk. Heerlijk. En nog een keer. Ja hoor. We hebben Bowser niet eens nodig met deze schoenen, jongen. Wat een epische schoenen zijn dit. Nice. Bijna 30.000 muntjes in de pocket. En kijk, daar hebben we ook weer de magische hand. Dan kunnen we dit trappertje weer even tevoorschijn toveren. Hoppa. Klimmen we omhoog in Olly's kasteel. Of is het nog steeds Peach de kasteel? Ja, ik vind het nog steeds wel Peach de kasteel eigenlijk hoor. Er zit niks van Olly bij. Wat is dit? Dit is een blokkie. Oh, muntjes. Lekker. Hij heeft deze kant ook nog muntjes? Nou ja, ik weet niet of het muntjes zijn, maar het is sowieso iets. Ja, kijk, nog een keer 1000 muntjes. Lekker, man. Dan moeten we hier even een tik tegengeven. Yup. Oh, oké. Bedankt, Basie. Ik kreeg even een grote vuurbal op mijn kop, jongen. Wat? Dikke doei, mazzel. Hoppakee, hoppa. En mazzel. Bowser, wil jij het even afmaken voor mij? Lekker, vriend. Lekker gedaan. Echt, jongen. Het einde van het spel, dan kan je zoveel muntjes krijgen. En, kijk, ook even een miniatuurtje van Luigi's kart. Vet. Vet. Oké, let's go. We gaan nu hier naartoe. Even uitkijken voor de vuurballen. Hij gooit er 3 achter elkaar. En dan kunnen we hem gaan pakken. Natuurlijk doen we dat even met de behulp van Toads. Altijd chill als Toads je helpen. Het blijft een lekker wapentje, hè? Die hamer van Mario in deze games. Oh, die is zo sterk. Hop. Dap, brap, lekker. En klaar. Even deze naar beneden klappen. En nog een dingetje pakken. Yes.
Ah, kijk, oké, dit is weer zo'n vouwarm ding. Kom maar. Hoppa. Olly, je komt eraan, vriend. Oké, het muziekje wordt iets rustiger nu. Maar ik denk nog niet dat we er zijn, hoor. Eens even kijken, hoor. Dan hebben we nog verder een trappetje omhoog. Moeten we dit deurtje door? Oh, snap. Ja, dit ziet er wel aardig legendarisch uit. Olly die vraagt... Wat vind je tot nu toe van het origami kasteel? Te makkelijk. Daar ga ik meteen wat aan doen. Ik wil natuurlijk niet hebben dat je jezelf verveelt hier. Het hoeft niet per se, hoor. Je hoeft niet per se... Oh, oké. Ja. Ja, oké. Ja, je gaat dit omvouwen. Oké. Nou, dan nemen wij wel even de zijingang. Oké, wat zijn deze Pac-Man-achtige bloemetjes? Go, Mario! Rennen! Ah, gewoon doorrennen, denk ik. Gewoon doorrennen. Ja, hoor. Oké, en nu. Oh, wow. Doe eens even rustig, joh. Oké. Ja, dit ziet er wel wat lastiger uit. Ik ga even hier naartoe. Boomerang mannetjes, stop daar eens even mee. Jump. Lekker gejumpt, Mario. Heerlijk. Hoppa. Wow, deze schoenen, die zijn echt super sterk. We slopen iedereen gewoon in één keer. Hoppa. Zelfs als ze niet goed timen, dan alsnog slopen we ze in één keer. Nou, je hoort mij niet klagen. Ik vind het wel relaxed eigenlijk. Oké, deze moet even los, denk ik. Yup. Oh, wacht even. Dit is... Ja, kijk, hiermee gaan we zo automatisch met dit platformpje door naar het volgende stukje. Dan kunnen we hier een tik tegengeven. En we kunnen hier even een aantal tikken tegengeven. Oh, dit is een ijsman. De verschrikkelijke sneeuwman. Ah, kijk, en die moesten we dus verslaan. Want nu hebben we daar een knoppie. En daarmee kunnen we denk ik naar boven of zo. Even kijken. Oh, wacht. Oh, we moeten heen en weer. Ja, ik snap hem. Nu moeten we terug. En dan moeten we nu, denk ik, deze hoek grijpen. Nee? Ja, we moeten wel deze hoek grijpen. Oké, hou hem vast. Ja, top. Hou hem vast. Lekker. Duw hem weg. Ja. Kijk. We hebben een geheime gang gevonden, jongens. Hoppakee. Hier naar boven. En dan hierin. Oh, en dit is de plek waar we ook naartoe moesten. Wacht, ik ga eerst even dat hartje pakken. We kunnen gewoon hier naar beneden zo. Hoppa. En hier naartoe. Hoppakee, hartje. Niet dat we die nodig hadden. Maar goed, maakt niet uit. Nu hebben we hier vouwarmen. Oh, wacht even. Dan kan ik hem weer terugvouwen. Oké, dan kan ik hem dus weer zo doen. Yes. En dan, juist. Dan hebben we de brug weer open. Top. Oké. Let's go. Oh, wow. Pas op voor die Pac-Mans. Jemig. Pas op. Doorrennen. Oké, wachten nu. Ja, wachten weer. Oké. Ja, top. En naar de volgende kamer. En even opslaan die handel. Ja, Olly die probeert het ons wel even lastig te maken hier. Door in deze buis te gaan komen we denk ik daar aan de andere kant uit. Ja. De vraag is alleen of we dit al hadden moeten doen, ja of nee. Ik ga in ieder geval even deze hier uittrekken. Hoppakee. Oh, enemies. Wat doen jullie? Wat zijn jullie aan het doen? Oh, we hadden die tovercirkel nodig. En die hebben die Koopas nu gejat. Oké. Nou, dan gaan we weer even terug. We moeten die Koopas pakken, jongens. Kunnen we hier een tik tegengeven? No, oh, nee. 100 HP eraf? Jeetje. Doe eens normaal. Oké, ik moet duidelijk even voorzichtig doen. Ik moet denk ik even hier tussenin wachten. We moeten gewoon doorlopen. Laten we gewoon doorlopen. Nu moet ik naar de middelste toe. Ja. Hoppakee. Ik ga nu snel naar de linkerkant. Ja. Nee. Dat had ik makkelijk kunnen halen. Oké, het is maar goed dat ik al die paddenstoelen heb gespaard. Want die heb ik nu nodig. Oké, door. Hier naartoe. Yes. En nu rechtdoor. Rechtdoor. Juist. Oké, top. Die hebben we ook. Dan gaan we weer even terug nu. Zo. Ja, super. Gaan we nu hier naartoe. Ja? Oh, ik weet niet of dit goed gaat. Kan ik nog terug? Ik kan nog terug. Ja, ik kan nog hier naartoe. Maar ik kan alleen niet terug naar geel. Oh, wacht. Ja, ik weet het. We kunnen zo hier naartoe lopen. En dan kunnen we hier overheen. En dan kunnen we hier rechtdoor terug. Ja, super. Nice. Kunnen we nu hier naartoe? Ja. Alleen we kunnen er niet doorheen. Dus kan ik hem nu belazeren? Als ik nu hier naartoe loop, hè? En dan weer terug. Werkt dit? Dit werkt. Nice, dit werkt. We hebben het belazerd. Kom maar op, Koempaatjes. Oké, nou, dit moet wel lukken met de normale schoenen, denk ik zo, die Koempa's. Ja hoor, yes! En de normale hamer op een bakkes, lekker! Die hebben we ook, dat is nummer 3 en de cirkel is weer geactiveerd. Niemand is mij te slim af, jongens. Hoppakee! Nou, grijp deze maar even en hop, ja. Oh, wow, het is gewoon een heel huisje, joh. Oké, nou, dan gaan we niks vermoedend het huisje binnen. Dus even kijken wat hij hier aan het show is. Nou, die hebben we ook weer gehad. Wat, lekker. Wat zou dit zijn? Oh, dit is weer een
miniatuurtje van de papieren luchteskader. Oftewel de vliegtuigjes uit de vorige aflevering. Gaan we een trappetje op. En ja, zijn we bovenop het huisje. Oh, en worden we weer lastiggevallen door enemies. Waar komen jullie opeens vandaan dan? Pak ze, Mario! Oef, dit is nog niet genoeg. 31. Finish de... Hoppa, yes. Oké, die grote dudes die zijn in ieder geval weg. Dat scheelt al. Dan mag Bowser hun even pakken. Lekker. Alleen deze wist ik even niet hoe ik die op de goede plek moest krijgen. Dus die moeten we nu nog even nakken. Go, Mario! Oh, dat was niet zo'n hele goeie. Go, Bowser! Dat was iets beter. Oké, dan. Nu komen we uit in de hoofdzaal, volgens mij. Tenminste, dat beginstukje. Yes. Ja, oké. Kunnen we ook deze vouwarmpies gebruiken? Okay. En dan vouwen we ook deze terug. Ja, die Olly die denkt dat die ons te slim af is. Maar nee. Nee, niks, Olly. Wat denken jij? Oh, wow, oké. Dat denken jij. Ah, pas op. Klap hem. Ik had denk ik gewoon even lekker gelijk door moeten rennen. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Nog een keer. Kom maar, nog een keer. Ja, kom maar, kom maar. Ja. Kan ik hem nu gewoon gelijk slaan? Ik wil hem hier slaan. Ja, top. Dat kan. Oké, ren Mario. Hij komt eraan. Lekker. Nice. Klap hem nog een keer. Blijf je gewoon daar? Oh, jij blijft gewoon op de brug. Oké. Nou, bij deze, dikke doei. Even een blokje fixen. Kijk, hebben we weer een glitterpaddenstoeltje terug. Nice. En dan moeten we ongetwijfeld hier naar boven. Oh, kijk dit beeldje van Olivia. Dit is de origami versie van Olivia. Oké, dat is één hand. Waar halen we de andere hand vandaan? Halen we die hier vandaan? Ja, kijk, nice. En daar is een nieuwe portal. Vouwarmpies. Oh, oké, nu moeten we... Ja, nu moeten we deze even slaan, denk ik. En dan deze ook, denk ik. Ja? En dan misschien deze? Ja, en dan deze nog, denk ik. Juist, kijk, mooi. Dat was niet heel moeilijk. Tenzij er nu iets gaat gebeuren wat ik totaal niet verwacht. Hoppakee. Volgens mij is hier ook een blokje trouwens, want ik zie hier zo'n schaduw. Eens even kijken. Juist. Juist. De verknipte Buzzy Beetle miniatuur. Alright, top. Ja, hier is Olly's beeld. Dit vind ik iets minder mooi. Ik ben meer fan van Olivia. Jemig man, wat een kasteel, joh. Waar komen we helemaal uit dan? Ik denk dat het sowieso tijd is om op te slaan. En dan ben ik toch ook wel heel benieuwd waar we nu uit gaan komen. Oh my gosh, nog zo'n zaal. Hoe gaan we hier doorheen komen? Dit gaat sowieso fout. Wat staat die Goomba daar te doen? Oh, hij staat zijn matties te waarschuwen. Het is Mario, neem hem te grazen, zegt hij. Wow, kijk deze enemy army. Oh, wow, 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 lekker. Juist. Oh, dat zag er goed uit, jongen. Ik heb Olly gewoon lekker kapot geslagen. En die heeft al die enemies vermorzeld. Heerlijk dit. Holy moly, wat zit er achter deze deur? Daar komen we achter in de volgende aflevering. Olly heeft wel zijn best gedaan op dit origami kasteel, jongens. Doe in ieder geval even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Paper Mario, Nintendo en Pokémon video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!